Hey, vet dat je weer kijkt naar Waar is dat beestje? Martijn en ik zijn lekker in de Oostvaardersplassen en wij gaan zoeken naar twee beesten. De zeearend en een vos. Nou ja, en zo is onderdeel 1 van de challenge eigenlijk al geslaagd. Ging wel heel makkelijk. De zeearend, echt ja. In no time. Het was echt letterlijk gewoon, we kwamen aangereden bij een uitzichtpunt. En gewoon direct, eerst 1 zeearend, toen vervolgens nog een paar. Hoeveel zouden we gezien hebben? Een stuk of 4, 5, zoiets? Ja. Maar die is alvast binnen. Dus deze challenge die hebben we al voor de helft heel goed gehaald. En nu nog even op zoek naar de andere helft, vos. Ja. Wordt lastiger. Wordt moeilijker. Ja. Niet ondoenlijk, maar wel een uitdaging. En natuurlijk edelherten, die hebben we ook al gezien. Edelherten, paarden, runderen. Bronzen zien nog een beetje bezig, dus we hebben nog een paar zien vechten. Maar nou eens even kijken of we die vos kunnen scoren. Ah, ik zeg vol in de zon te kijken, man. Echt een mazzel van de wereld gewoon weer. Met een klapekster. Echt jongens, wat vet. Echt de absolute bonussoort. Maar ja, nu, we hadden een challenge. Hè? We hadden de zeearend gezegd en we hadden een vos gezegd. En die zeearend die is ruimschoots binnen. Die klapekster, dat is een absolute bonus. Maar ja, we moeten die vos eigenlijk nog even zien te vinden. Dus daar gaan we nou even ons best voor doen. Ik denk dat we ons geluk kwijt zijn, Juri. Ik denk het ook wel. We gaan het proberen. Wie weet. Hey Vos, Martijn Vos. Doe normaal. Ja, achter de pool. Oh, ja, doet iets. Wat een baas. Ja, Ja. Jongens, twee soorten. Vos in de zeearend. Het is allemaal gelukt. Ja, dat was echt nice, hè? Echt mazzeltje. Gewoon allebei de soorten waarvan je van tevoren denkt, nou, één van de twee moet toch een uitdaging worden. Ja, als laatste zijn we dus naar een uitzichtpunt gelopen in de Oostvaardersplassen. Dan heb je een mooi uitzicht over een vlakte en over een watertje. Ja, en die zeearend die kwam perfect aanvliegen. De ganzen vlogen de lucht in. Daardoor werden we getriggerd. Ja. Het scheelde heel weinig of we hadden er eentje te pakken. Ja, pure mazzel. Ook nog de vos en de zeearend in één shot. Dus die challenge die is ook gehaald. Ja. En ik denk ook nog wel heel vet. Daarnaast als bijvangst. Hè. Slechtvalk, klapekster, sperwer, torenvalk, heel veel buizerds. Top. Jongens, blijf ons volgen en tot de volgende keer. Joe, tot dan!